Hartelijk welkom bij een nieuwe studiokraling aan het begin van deze maand. Het heerlijke avondje staat voor de deur. Geen Pieten en Sinterklaas in deze uitzending, maar wel de twee podcastpieten. Thomas Verhaar en Maarten de Fokkert zijn te gast. De beide heren zijn bekend van de podcast natuurlijk, de Core Podcast. Dus ik dacht, ik maak het jullie makkelijk. Misschien praat dit wat makkelijker voor jullie. Als je het voor je neus zet, dan hebben we dat alvast gewoon geregeld. Dat is een beetje bekend terrein. Als jij hem voor je gezicht zet, dan, ja. Dan is het ook nog leuk om naar te kijken. Zo. Goed grapje. Hoe is het met het podcasten? Ik ben toch benieuwd dat jullie staan bovenaan in alle podcast hitlijsten als die uitkomt. Waar is dat ooit begonnen? Waar is dit idee ontstaan? Ja, via Niel Petersen, van FC Afkikker. Daar was ik regelmatig te gast samen met Bart Vriends. Ik voetbalde toen nog bij Sparta. En die zei toen tegen mij en Bart van ja, we moeten een keer, jullie zouden eigenlijk met z'n tweeën een podcast moeten gaan lanceren. Toen zeiden Bart en ik, nou dat lijkt ons wel leuk, maar we hadden geen idee waar we moesten beginnen en iedere keer afspreken met Niel. En er werd er precies niks over de podcast gezegd. En uiteindelijk liep er al een tijdje mee rond, hè? Want ik weet dat jij bij Raymond nog wel eens binnenkwam lopen met het idee van podcast en dat soort dingen. Ja, we wisten echt absoluut niet waar we het dan over moesten hebben. Precies, wel een beetje, maar niet hoe we dat dan in een echte concrete vorm gingen gieten. Toen ging ik hier voetballen, toen kwam ik Maarten tegen en ik vertelde dat een keer aan Maarten. En toen zei hij, ja, het lijkt me wel leuk om als redactielid dan aan te schuiven, ga ik wel met mijn laptopje en dan zorg ik wel voor jullie dat jullie... Maar hij heeft zich de mooie met zijn met wat als redactielid. Heeft zich de mooie ja, tussen. Ik ging de pilot in als soort redactielid met laptop bij een beetje dingen opzoeken en ik wilde eigenlijk ook helemaal niet echt aan het woord zijn toen. Maar dat, ja, na die pilot is dat wel een beetje zo eruit gekomen. Van sidekick redactielid naar uiteindelijk gewoon volwaardig host. Ja, eigenlijk wel. Ja, nou, maar het moet ook wel gezegd worden dat hij wel wat gas erachter zette en eigenlijk ervoor zorgde dat de twee vlierenfluiters toch wel met iets kwamen. Dus hij is wel belangrijk geweest voor de uiteindelijk echte start van de podcast. Wat brengt zo'n podcast je? Wat gebeurt er als je het dan eenmaal ziet dat dat meer mensen naar gaan luisteren, dat er meer mee gebeurt? Ja, ik denk vooral heel veel plezier eigenlijk. Ik heb het vaak gezegd, we hadden gewoon echt een klein feestje om het te maken. Het zijn vaak hele grappige avonden. En soms ben je zelf de kop van Jut en vaak genoeg ook een van de andere twee. Maar ja, je merkt ook wel dat het bijvoorbeeld op zakelijk gebied nu, dat je toch voor heel veel mensen interessant wordt. Luistercijfers die blijven ook maar doorgroeien. Dus ja, het levert naast dat het heel erg leuk is, ook gewoon denk ik wel kans op voor ons. Ja, maar dat zijn dus kansen naast het voetbal natuurlijk. Ja. Maar je gaat langzaam ook natuurlijk verbreden. Je hebt Gordon een keer gehad, nu Lodewijk Asscher deze week. Dus het is ook steeds iemand anders eraan toevoegen om iets nieuws te brengen? Kijk, we praten over een hele hoop dingen. Maar eigenlijk nooit echt over voetbal inhoudelijk. En dat komt omdat we gewoon best wel brede interesses hebben. En ja, dat gaat eigenlijk heel natuurlijk. We hadden het gewoon een keer over, ja, we moeten het misschien een keer hebben over homoseksualiteit in de voetbal. En toen opperde Bart volgens mij of Thomas van ja, dat moeten we eigenlijk gewoon met Gordon doen. Toen dachten we, ja, hoezo doen we dat eigenlijk niet? Dus een beetje proberen, nou dan lukt dat. En de laatste tijd hebben we ons best wel bezig gehouden met politieke dingen. En ja, Thomas had toen een keer wat geen gezegd. Geen mening dat... ook, hè, gelukkig. Dat scheelt over nee. Lijsttrekkers en zo. En dat valt allemaal best mee. Nee, ja, precies. Ja. En Thomas die zei toen wat over Asscher. En die ging ons volgen op Twitter. We raakten een beetje aan de praat. Toen dachten we, hoezo is het eigenlijk niet... Het zou eigenlijk wel leuk zijn om gewoon met hem wat te doen. Kijken of we daar wat raakvlakken hebben. Ja, dat lijkt ook best wel aardig te lukken. Maar Maarten zegt net, Thomas, we bespreken niet heel veel voetbal. Hebben jullie natuurlijk ook wel gedaan. Wel heel veel voetbalzaken komen aan bod, ja. Ook wat er in de kleedkamer gebeurt. Ja, ik was niet helemaal eens met wat hij zei. Want het gaat juist wel, het is altijd wel één rode draad wat met voetbal te maken. Ja, tactisch inhoudelijk bedoel ik meer, dat het daar niet echt... Nee, maar je hebt ook over trainingskampen gehad. Ja, of wat ja zeker wel. Maar wat gebeurt er? Je komt ook een kleedkamer binnen na zo'n uitzending. Ja. Ik denk dat een aantal collega's of in het veld mensen wel eens luisteren en wat roepen. Of dat, krijg je daar nog wat van terug? Ja, de ervaring leert dat ze vooral niet luisteren en wel heel veel roepen. Oh, oké. Okay. Dus, nee, ja, er zijn er wel een aantal die echt luisteren altijd. Alleen degene met de grootste bek die... Van horen zeggen. Ja, dat is... ik denk dat je wel kan invullen wie dat zouden kunnen zijn binnen deze groep. Ja. Maar maakt dat verschil? Denk je er nog over na dat je collega's hebt in het veld en dat je dingen dus weglaat of niet bespreekt? Of vind je dat alles bespreekbaar moet zijn in een podcast? Want voetbal heeft ook een soort van... We moeten vooral alles binnen de kamers houden en we moeten vooral niet uitlekken. Nou, ik denk dat wij allebei wel zoiets hebben van dat we wel op een goede manier erin zitten. Dus dat we alles wat we doen, ook hier binnen de club, wel een beetje constructief moet zijn ten opzichte van waar je mee bezig bent. En dus ja, dan hoef je eigenlijk niet heel veel filter te hebben. Omdat je toch wat je zegt, daar kan je toch niet heel veel mee schaden. Dus wat dat betreft hoef ik daar niet echt over na te denken. En ik denk Maarten ook niet.
En ja, hele persoonlijke dingen, ja, die ga je niet op het internet gooien. Dat lijkt me logisch. Nee, maar er zijn heel veel mensen heel beroep in geworden om dat wel te doen. Hè? Ja, maar je maakt dus een afweging. Wil je zeg maar een podcast zijn dat je soort populair bent, omdat je gewoon hele interessante dingen alleen maar roept, waar mensen denken van zo, dat is vuurwerk. Of ja, wil je gewoon echt vertellen hoe zaken er bijvoorbeeld in de voetballerij aan toe gaan en gewoon een klein kijkje in de keuken geven en je eigen licht erop laten schijnen. En dat tweede is natuurlijk wat wij willen. Dus er zijn ook af en toe wel eens, als we het over een bepaald onderwerp hebben, weet ik bijvoorbeeld over journalisten of over zo'n wedstrijdbespreking, dan zijn er wel eens anekdotes die we met z'n drieën zeg maar dan van tevoren aanhalen, waarvan je denkt van ja, oké, hier wordt waarschijnlijk heel erg leuk op gereageerd, maar je bereikt er niet echt iets mee, want het voegt verder niet kwaliteit toe aan de aflevering en alleen maar dat je iemand mee schaadt. Ja, en zulke dingen laat je dan wel eruit. We gaan even kijken naar de Q&A met een collega doelman, nou, de eerste doelman Alessandro Dame, want daar hebben we Q&A mee opgenomen. Ik ben Alessandro Dame, keeper van Excelsior en dit is mijn Q&A. Wat jouw mooiste moment in het shirt van Excelsior? Ja, ik denk toch wel de vier keer dat we zijn gehandhaafd in de Eredivisie. Dat is denk ik voor mij, zijn dat de mooiste momenten. Ik kan er niet één uitkiezen, maar elke keer dat we met Excelsior in de Eredivisie bleven was voor mij gewoon een heel mooi moment. Maar een ander mooi moment die me later omhoog schoot was toch wel na de derde keer dat ik terugkwam van een zware knieblessure. Sonny Stevens had rood gepakt, dus ik moest voor hem in het veld komen, was een penalty en die penalty pakte ik. Nou, het is toch leuk om zo weer terug te keren naar een zware blessure, dus dat was ook wel een heel erg mooi moment voor mij. Wat is je zwakke hoek? Ja, als ik dat zou verklappen, dan zou dat natuurlijk niet goed zijn voor aankomende vrijdag. Dus laten we die maar even onbeantwoord houden. Waar willen jullie eindigen dit seizoen? Nou, aan het begin van het seizoen hadden we een duidelijke doelstelling onderling, denk ik. Dat is het behalen van de play-offs. Om zodoende een poging te doen om te promoveren. Dus die doelstelling is natuurlijk nog steeds hetzelfde. Wat is jouw leukste voetbaljaar ooit? Oeh, lastig. Ik denk mijn eerste jaar. Ik kwam toen van de amateurs. Twee maanden later speelde ik in de Eredivisie, maakte ik ook direct mijn debuut. Uiteindelijk dan rond 11 wedstrijden gespeeld. Ik denk dat dat wel het mooiste jaar voor mij was, omdat ik daarin toch gewoon jongensdroom heb waargemaakt en mocht voetballen in de Eredivisie. Dus ja, dat is dan wel het mooiste wat je kan overkomen. Hey, zullen we het eens over het voetbal hebben dan? We hebben het leuk over de podcast gehad, maar laten we het over het voetbal hebben bij Excelsior. Ja. Hoe krijg je bij Excelsior dit eruit? Nou, ik denk dat we wel een bepaalde lijn hebben ingezet waarin het wat minder wisselvallig wordt. Qua resultaat natuurlijk niet, maar qua... Kijk, minder tegendoelpunten en dat soort zaken? Dus we worden wel iets stabieler en ja, als je ziet dat je heel wisselvallig bent, dan krijg je dat ook niet van de een op de andere dag gefixt, denk ik. Dat is denk ik echt iets wat vooral in het mentale gedeelte van de groep zit. Dus we zijn er heel hard mee aan de gang en ja, dat is gewoon lastig. Je ziet nu bijvoorbeeld als het even tegen zit, dat we die klap heel moeilijk te boven komen. Hoe kan je daar mentaal wat aan doen? Ik bedoel, heb je daar bijna een mental coach voor nodig om dat tegen te gaan of niet? Ja, je zou bijna denken van wel, maar onze ervaring is ook dat een mental coach voor de groep dat niet heel veel... Nou, in Noorwegen heeft het heel goed geholpen, hè? Ja, maar ik denk toch dat er in Noorwegen dat er andere mentaliteit heerst onder die spelers. Die zijn denk ik staan er wat meer open voor dan hier in Nederland. Tenminste, dat denk ik. Ja, door gewoon erover te praten en ik denk door ook gewoon te confronteren met gedrag wat je liever niet ziet in het veld. En dat is heel lastig, want het is namelijk niet altijd even zwart-wit dit gaat fout, dus dit kunnen we beter doen. Zo zit het helaas niet altijd voor ons. En je hoort lastig. Vaak, je loopt er wat langer mee in het voetbal, dat de oudere spelers vaak zeggen dat de jonkies veel minder accepteren. Dat ook vaak een onderdeel is, dat daar nog een verschil in zit. Nou ja, kijk, ik denk dat er altijd een bepaalde generatiekloof is. Dus dat is niet iets nieuws. Toen wij jong waren, toen vond de generatie die ouder was ook dat wij anders waren dan zij. Dat is ook gewoon iets waar je mee moet, waar je mee moet omgaan. Het is wel zo dat, ja, ik denk doordat alles zo toegankelijk is en alles zo zichtbaar is tegenwoordig, dat inderdaad niet alles even snel geaccepteerd wordt. En dat maakt het af en toe wel lastig, maar ja. Er zijn ook mensen, Maarten, in het voetbal, de geleerden, de Remo Verheijers van deze wereld, die roepen ja, maar in voetbal, de coronacrisis ebt langer door dan we doorhebben. Dat spelers mentaal, als het eenmaal, het is geen publiek bij, dus je hebt niet de mentale steun van het publiek. Kan je omschrijven wat dat voor voetballers doet in het veld, dat je geen steun hebt van het publiek bijvoorbeeld als je het even tegensteekt? Ik denk dat het vooral zit, de sfeer rondom zo'n wedstrijd is gewoon heel erg anders. Normaal word je... Helemaal als je bijvoorbeeld bij NAC uitspeelt of bij de Graafschap uit of Cambuur uit. Je wordt ook een soort van gedragen door dat het publiek aanwezig is. Dat ze heel verbaal aanwezig zijn en je voelt dan wat vijandigheid. Of als hier het stadion vol is, dan voelt het juist zeg maar, wat warmer.
En daardoor ga je misschien ook op een soort automatische piloot ga je aanstaan. En dat gebeurt in de warming-up al? Ja, je voelt gewoon dat er naar je gekeken wordt. Dat er mensen zijn, zeg maar, om naar jou te kijken. Dus misschien dat je dan gewoon wat makkelijker, zeg maar, echt aanstaat. En dat het op de een of andere manier, ook als het even niet loopt, dat je toch wat makkelijker verzaakt. En op het moment dat het dus niet loopt en er geen publiek bij is, dan laat je het makkelijker... Ik vind het een moeilijk, lastige vraag, want het heeft natuurlijk sowieso iedereen heeft er last van. Niet alleen wij. Ik merk wel heel erg ook als ik van de kant toe kijk, dat gewoon de sfeer in zo'n stadion heel anders is. En je hoort alles heel erg goed. Kijk, als er een tegengoal valt of er gaan wat dingen fout, dan heb je wel vaker dat er in het veld door elkaar geschild wordt. Maar een groot deel daarvan komt ook helemaal niet aan. Dus dan uit iemand zijn frustratie, maar degene op wie het gericht is, die hoort het niet eens door dat hele groezemoes in het stadion. Maar nu hoor je echt alles. En als je dan zo'n sfeer hebt dat even niet zo lekker loopt en dat je op elkaar een beetje gaat lopen... lopen schelden, dan kan dat misschien wel negatief werken. Ja. Verklaart het ook waarom heel veel ploegen misschien wel enigszins wisselvallig zijn dan? Ik bedoel, dat soort dingen makkelijker gebeuren. Er zijn natuurlijk weinig ploegen echt heel stabiel, toch? Ja, maar dat is altijd wel volgens mij in onze competitie. In de keukenkampioen-divisie heb je bijna een goede periode en je bent... Zolang ik deze competitie speel, is dat volgens mij wel dat je hebt altijd één of twee ploegen die wel echt veel winnen en de rest is altijd super wisselvallig. Maar ik denk bijvoorbeeld ook, kijk, Excelsior is 2 jaar geleden gedegradeerd en dan kom je vanuit de Eredivisie en dan is het voor het publiek ook lastig, denk ik, om te accepteren dat je in de keukenkampioen-divisie zit. En als het dan ook nog eens slecht gaat, dan ontstaat er wel een soort van negatieve sfeer. En dat hebben we best wel een paar keer meegemaakt, dat het dan niet goed gaat met ons. En dat alleen maar wordt versterkt, zeg maar, doordat het publiek meer verwacht dan dat je brengt. Dus in dat opzicht hoeft het niet eens per se een heel erg groot nadeel te zijn dat wij nu zonder publiek spelen. Ja. Maar ja, je merkt het wel, want het is altijd veel mooier als je een wedstrijd wint. Gewoon, en je kan nog even een eerronde maken of er staat wat publiek te juichen, maar dat acceptatieproces is misschien nu wel wat makkelijker te doen zonder publiek. Het hoogtepunt voor mij in een leeg stadion altijd is dan horen dat de stadionspeaker vol enthousiasme aankondigt dat het 1-0 is gemaakt door Elias Maar. Elias Maar, Omerson. Nou ja, dat is wel aardig, mooi bruggetje. De top 3 van de doelpunten van deze maand. Kijken wat jullie thuis de mooiste vinden. Dit zijn de 3 doelpunten. Omerson, de eerste paal, maar het gaat naar Mendes Moreira. Schitterende goal. 3-0. En de overwinning is nu helemaal binnen voor Excelsior. Excelsior staat 8e, pakte pas 1 punt dit seizoen, maar komt wel op voorsprong. Thuis tegen PEC Zwolle. Het doelpunt is van Lydia Bos. Niet goed verdedigd natuurlijk. Er kan komen, er kan beter. Buter. Om het Otwell. En dus Moreira. Excelsior nog een keer in de aanval. Van Delft. Knappe langs. Van Delft. En die bal gaat er nog in ook. Dat is een hele knappe goal van Stijn Meijer. En ze worden het ook nog 4-1. Oeh, weer Omerson. Weer Omerson. Dat is nummer 3. Het zijn niet allemaal cadeautjes, maar het scheelt niet veel. Ja, Omerson scoort. Je kan stemmen wat je de mooiste vindt. Goal 1, 2 of 3. Ik ben heel benieuwd wat eruit gaat komen. Omerson blijft een soort van fenomeen, hè, dit jaar. Het is elke wedstrijd wel een goaltje. Dat is wel lekker om mee te spelen, denk ik dan. Dat je weet dat een spits elke keer een goaltje maakt. Maar het is heel lang niet zo geweest natuurlijk. Ineens dit seizoen. Ja, vorig seizoen tegen het einde aan. Ja. Toen begon hij eigenlijk ook. Toen maakte hij volgens mij ook 5 wedstrijden op rij. Iedere wedstrijd een goal. En dat heeft hij gewoon doorgetrokken. Dat is inderdaad heel lekker. We zijn wel vrij afhankelijk van hem. Dat is een ding waar we aan moeten werken. Maar ik denk dat iedereen zo'n spits zou willen hebben als Elias. Ja, en hij had voorheen heel vaak op de training dat hij af en toe echt acties maakte. Je dacht van hoe komt hij hier uit en hoe draait hij zich hier nou nog uit? En dat zag je dan in de wedstrijd wat minder terug. En dat zie je dit jaar ook wel vaak. Dat hij in de bal komt, is hij best wel ver van de goal af. En is hij met 1-2 keer draaien ineens 4 man kwijt. Maar is dat zekerheid bij een spits? Ineens dat je weet, ik maak die doelpunten, dat je met meer vertrouwen voetbalt? Is het een andere manier van spelen? Ja, ik denk dat aantal goals maken, dat heel erg helpt inderdaad in je gevoel. En dat je daar inderdaad een stuk zekerder van wordt. Maar ook denk ik gewoon ontwikkeling. Ja. Hij wordt ook ouder, dus hij wordt ook in principe als het goed is beter. Is er een typische Omerson goal voor jullie? Dat je weet, dit is echt als je zit te kijken, je weet dit is een bal, die gaat hij niet missen? Of? Ja, die tegen Roda is denk ik wel, dat die 1-op-1 gaat. Ja,
dan weet je eigenlijk bijna altijd wel dat die... Dan staan jullie al bijna zo, zeg maar. Ja, 9 van de 10 keer maakt hij wel. Tegenwoordig weet je alles. Als hij met zijn gezicht naar de goal draait, of een meetje of 20, dan weet je wel dat het echt gevaarlijk gaat worden. Is het ook, wat je zegt, dat we zijn heel afhankelijk van hem. Is dat ook gelijk het gevaar van een ploeg dat je je spel zo gaat afstemmen op hem? Stel dat in de winterstop een ploeg komt die zegt, hier is het geld. Ja, kijk, hij is denk ik een spits die heel erg lang loert en heel erg lang wacht. En zich niet echt betrokken is bij het spel. Als we aan het opbouwen zijn bijvoorbeeld. En ik denk dat wij als ploeg daar echt nog veel meer op moeten focussen. Dat we dat veel beter voor elkaar krijgen. En dan kunnen we hem ook nog meer in stelling brengen. En ook andere jongens wat meer in stelling brengen. En nu is het gewoon heel vaak wachten op de momenten die hij heeft. En zijn we denk ik voetballend nog net, is het net wat te pover bij ons om echt te kunnen zeggen dat we echt goed spelen. Zeg maar dat lijkt me heel lastig om dat nu aan te passen in deze fase. Als er weer iets wat je in de winterstop probeert ergens nog heel kort aan te scherpen? Ja, nee, je hebt heel de week lang heb je natuurlijk gewoon tijd om daarop te trainen. Dus daar is wel wat aandacht voor. Waar moet het naartoe, wat jullie betreft, voor Excelsior dit jaar? Is het top 5, is dat reëel? Of ligt dan de druk weer te hoog? Nou ja, we hebben heel veel punten verloren al. En dat zorgt ervoor dat je niet te veel misstappen meer kan maken. Maar ik denk dat we ons vooral op moeten focussen dat we de play-offs gaan halen. We hebben ook wel zo'n ploeg die in principe van iedereen kan winnen. Dus dan kan het altijd, nog spannend worden. En als je kijkt hoe we nu hebben gepresteerd, dan is dat denk ik het meest realistische doel wat we kunnen stellen. Ja, dus play-offs halen is één. En dan hopen dat Omerson in de winterstop blijft, zodat je die in de play-offs erbij hebt. Want ja, als je zoveel doelpunten maakt, en toch maar hopen dat we... Ja, we hebben natuurlijk gewoon meer goede aanvallende spelers. Ja. En als een aantal jongens daarvan ook een beetje op hun heupen krijgen. En misschien ook even een paar wedstrijden op rij scoren. Waardoor ze ook een beetje dat vertrouwen krijgen. En niet misschien zoals nu, dat er heel erg gehikt wordt, zeg maar, naar die eerste goal. Dan moeten de play-offs echt wel te doen zijn. Je weet inmiddels, bij Excelsior kan je de wedstrijden voorspellen. En als je ze goed voorspelt, dan krijg je een prijs. En dan komen we je opzoeken met een camera. Er was één iemand, die heeft het in... Ja, hoe zeggen we dit netjes? Die heeft goed voorspeld dat Roda... Met 3-1 zou winnen. Ja. En dan toch je prijs komen ophalen in het stadion. Afgelopen weekend speelden we tegen Rode JC. Ja. Normaal ga ik de winnaars thuis huldigen. Voor deze uitslag had jij de voorspelling goed gedaan. Helaas, maar die was ja. niet in het voordeel inderdaad van Excelsior. En daarom hebben we jou maar even op het matje geroepen. Overhandigen we je geen Excelsior vaan, maar krijg je van ons een Limburgs fly. Oh, maar dat vind ik ook wel ontzettend lekker, moet ik eerlijk zeggen. Geloof je wel weer in een goede uitslag aankomende maandag? Absoluut, tuurlijk. Weet je, we gaan nu de goede lijn weer inzetten en we gaan lekker nog een paar plekjes omhoog. We gaan lekker stijgen. Hey, tot slot van deze aflevering van Studio Kralingen. We hebben het net even gehad over het effect van lege stadions en dat soort zaken. Het effect van corona binnen je spelersgroep. Wat gebeurt er met een voetballer als dat gebeurt? Want dat fascineert me toch. Ga je anders een high five geven? Ga je verder van iemand afzitten als zo'n eerste geval wordt geconstateerd? Wat gebeurt er in een groep? Ja, het was wel even raar, man. Het heeft natuurlijk best wel flink bij ons toegeslagen een aantal weken terug. Ja. En daarvoor was natuurlijk heb je vaste maatregelen, maar omdat we er iedere keer eigenlijk wel goed van afkwamen, ga je dan toch ook onbewust een beetje erin geloven van, het zou ons wel eens gewoon bespaard kunnen blijven. Als je dan op een gegeven moment 2 van die tests op rij hebt, dat je telkens weer nieuwe jongens erbij hebt, ja, dan merk je wel dat iedereen gewoon echt voorzichtiger wordt. Even minder groeten, afstand houden, nog meer. Maar op het veld zelf? Nee, merk je er niks. Nee, op het moment dat je gaat voetballen ben je er niet mee bezig, dan zet je het uit en dan... Maar het zit hem vooral eromheen. Ja, we gaan in principe ook vanuit dat als je buiten bent, dat dan de kans echt super klein is dat je überhaupt besmet wordt. En volgens mij klopt dat ook wel. Want... Ja, en wij hebben gewoon die extra maatregelen genomen dat je in die periode dat we gewoon eigenlijk zo min mogelijk binnenkwamen. Dus thuis omkleden, niet meer douchen, geen eten meer hier. Dus dat is logisch. En wat op zich nog wel lastig eraan is je wordt dan bijvoorbeeld als je op vrijdag speelt of woensdag getest. En soms komt dan pas vrijdagochtend of middag komen die uitslagen binnen. Dus dan is het wel... Mentaal lijkt me ook wel een dingetje. Ja, want je bereidt je toch op een iets andere manier voor. Omdat er kan dus gewoon nog een hoop met de opstelling gebeuren. En überhaupt met jongens die erbij zijn. Dus dat is denk ik voor de trainer is dat heel erg lastig. Maar dat is als speler soms ook wel een dingetje. Maar goed, hopelijk hebben jullie nu de grootste golf gehad. Ja. Dan kan je gewoon... De groepsimmuniteit. Jongens, heb je nog een gast trouwens voor de podcast die je heel graag wil hebben? Dat we bij deze ook, met dit bereik van dit enorme, goed bekeken Studio Kralingen, dat jullie nog extra gasten kunnen werven? Ja, we hebben er een paar, maar Robin van Persie. Ja, Robin van Persie is wel iemand die we graag... En ik denk Ahmed Abou Taleb lijkt me ook super tof om die een keer aan tafel te hebben.
Nou ja, bij deze de oproep geplaatst. Dank dat jullie hier waren. Dankjewel. Dank ook voor het kijken naar Studio Kralingen. Wij zijn er in het nieuwe jaar weer, rond de eerste week van het nieuwe jaar, richting de thuiswedstrijden van Excelsior. Graag tot dan.